Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, SOSAVO, wil dat pupillen van de verschillende kindertehuizen zelf redzaam worden. Hiertoe heeft het bureau opvanginstellingen van het ministerie met technische ondersteuning van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij de kinderen getraind in het aanleggen van een moestuin. Het motto was: jong geleerd is oud gedaan. Mijn eigen moestuintje. Het ministerie heeft voor dit project gekozen om een gezonde en verantwoordelijke leef- en eetgewoonte bij de doelgroepen van de kindertehuizen te bewerkstelligen. Ook is het de bedoeling de kosten met betrekking tot voeding omlaag te helpen brengen, zegt het waarnemend hoofd van het bureau opvanginstellingen Rebecca Brown-Kortram. De taak van dit bureau is landelijk controleren, begeleiden, monitoren en adviseren van alle opvanginstellingen. Met name kindertehuizen, crèches, peuterscholen, bejaardentehuizen, crisisopvanghuis voor alle acute gevallen en opvangtehuizen voor mensen met een beperking. De LVV-trainers waren blij met dit initiatief en gaven aan dit te stimuleren, omdat in Suriname er meer geïmporteerd wordt dan geëxporteerd. Volgens Raymond Noyo Di Medio, OD Planning en Ontwikkeling van LVV, hoeft de regering dan niet steeds na te denken hoe deze doelgroep te voeden. Je weet bovendien wat je eet, omdat jij het zelf hebt geplant. Aldus Noyo Di Medio gisteren bij de officiële start van het theoretisch gedeelte van de training hoe je zelf een moestuin moet aanleggen.